Vandaag een schilderij van een 8-jarig meisje dat bijna 70 jaar later live bij ons aanwezig is. Napoleon komt ook nog langs. Ja, en dan is er nog het verhaal van deze zilveren munt. Ik vind het een goed kistje appels hoor. Ja. Welkom bij de Utrechtse Schatkamer, de allereerste van dit seizoen. En we zijn te gast vandaag in hotelrestaurant Oud-Londen in Zeist. En wist u dat dat een van de alleroudste horecagelegenheden van onze regio is? Oh, wat ben ik blij dat u het allemaal al op tafel zet. Nee, wat heeft u meegenomen? Wij hebben een theeserviesje, wat onbeschadigd is. Waarvan wij zeker weten dat het 125, misschien wel 150 jaar oud is. Het is 12 kopjes, 12 schoteltjes. Nou, theekannetje, thee, suikerpotje en een melkkannetje. Geen stukje vanaf? Geen stukje vanaf. Maar dan drinkt u er niet uit? Wij gebruiken het ook niet, nee. Het staat bij ons in het kastje en het gaat weer terug in het kastje waarschijnlijk. Maar we nu het, in deze omgeving zullen wij toch wel graag weten van waar komt het vandaan, waar is het ooit gemaakt. En we zijn benieuwd naar de herkomst. Ja, en heeft het al die 125 jaar bij u in de familie gezeten? Ja, het komt van mijn moeders kant uit de familie. Ja. En die mochten er ook al niet uit drinken? Nee, dat was zeker vroeger niet zo. We hadden nog een zondagse kamer, hè? En daar stond dat, weet ik als kind zijnde. In de polder van Zuid-Holland, Waddinxveen, een prachtig plaatsje. En kleine fabriekjes gingen daar aan het werk met prachtig Nederlands speelgoed. Karren, paardjes ervoor, hobbelpaarden, winkeltjes. Kortom, wat een kind zo heel graag wilde hebben en wat allemaal in het groot ook bestond. Deze wagens zijn heel erg bekend. Dit is van de Nederlandse spoorwegen met prachtige gordijnen van een soort zeildoek. 200 jaar heeft dat in ieder geval bestaan. Van 1740, 50 zo, tot 1970. Daar kwam eigenlijk de Okwa-fabriek, Okkersen, Waddinxveen. En dat was het latere speelgoed. Dus na 1976 ongeveer. Deze kar en nog veel meer karren en paarden zijn allemaal in een prachtig boek vertegenwoordigd. Je kunt hier helemaal lezen 200 jaar speelgoed. En hier staat alles werkelijk in. Het is te mooi om waar te zijn. De waarde van zo'n kar, die moet je ongeveer rekenen op een 500 euro. Zonder paard. Maar meneer, is dit nou waar we allemaal van dromen? Is dit nou een spreekwoordelijke zilvervloot? Ik weet het niet. Ik ken het als heel klein mannetje al van mijn grootvader. Daar stond het in de kast. Ook een beetje achter slot en grendel min of meer. Naast een zilveren schaal met heel veel geld erin. Was, kwam uit de winkel, werd iedere dag de kast opgemaakt. En daar stond hij altijd naast, kan ik me herinneren. En als erfstuk heb ik hem jaren geleden gekregen. Ja, en sinds die tijd niet meer gepoetst, denk ik? Nee, ik denk nooit als ik het zo bekijk. Ja, het zou natuurlijk het mooiste zijn als het een replica was uit de 17e eeuw. Maar ja, helaas, dat is het niet. Zit er niet in. En vermoedelijk gemaakt door Van Kempen. Mm-hmm. En zo omstreeks, ja, laten we zeggen, 1930, 1920. Ja, oké. Okay. Het is dus absoluut zilver. Zie je het veel, dit soort schepjes? Nou, je ziet de scheepjes wel redelijk veel. Maar zo groot en zo leuk getuigd als deze, toch wel wat minder hoor. Ja, en is het dan ook meteen een zilvervloot waard? Nee, nee. Het is een beetje, het is natuurlijk toch een 19e eeuws ding. Ja. Hè? Of tenminste 20e eeuws eigenlijk nog. Hè? Meestal zijn ze wat kleiner en, dan, en daar werden, die werden ook wel verzameld. En je ziet ze in allerlei vormen, bottertjes en nou ja, allerlei andere scheepjes. En wat is het scheepje waard? Het scheepje is ongeveer waard tussen de 400 en de 500 euro. Okay. Pottenbakkerskunst is over de hele wereld gemaakt en had eigenlijk als oorspronkelijk doel om materialen in te bewaren zoals wijn, oliën enzovoort. Ik zei over de hele wereld, want wat we hier voor ons zien is een vaas, een siervaas eigenlijk, die gemaakt is in Zuid- of Midden-Amerika. En het kenmerk van Zuid- of Midden-Amerikaanse keramiek is dat de producten in een open vuur zijn gebakken, zoals we hier zien. Het decor wat aangebracht is hier, is ontstaan doordat in de huid
van de vaas, als het ware, de decors zijn uitgesneden. Dat wordt ook wel sgraffito-techniek genoemd. Een fraaie pot die nog extra versterkt is met raffia-achtige decors hier. En al duidelijk niet meer de functie heeft om voorraad in te bewaren, maar eerder een sierobject is. Het zal ook gemaakt zijn na de Tweede Wereldoorlog ergens in een Zuid- of Midden-Amerikaans land. En de waarde die hieraan toe te voegen is, is circa 60 euro. Oh jongens, ik ga het jullie niet makkelijk maken, maar willen jullie wat voor mij openmaken? Ja, mag jij doen. Alsjeblieft. Wat zit erin? Vertel jij vast wat erin zit. Nou, een aantal dingen. We hebben een paar dingetjes meegenomen. We gaan zo meteen pas kijken wat we dan gaan leggen. Maar jij wil vast wat over dat vertellen, hè? Deze is misschien wel leuk, want ik weet niet goed precies wat dit is. En dat hoop ik vandaag te weten te komen. Ik heb dit van mijn oma gehad. Die kwam uit Haarlem. En dit schijnt een oude gedenkpenning of iets van de Universiteit van Utrecht te zijn. Maar wel bijna 300 jaar oud of zo. Ja, dus ik heb geen idee. Zij gaf dit me. Zij had dit gekregen van een vriend, die was antiquair. En die had het haar gegeven als appeltje voor de dorst. Nou had hij dat over wel meer dingen gezegd. En zij geloofde daar niet zo in. Dus ze zei van, nou, zie jij maar. Ze leeft inmiddels niet meer. En ik heb al 15 jaar het idee van, nou. Ik weet niet wat het precies is en hoe oud het is en waar het voor is en hoe zeldzaam of niet zeldzaam het is. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. De meeste van ons hebben van de jeugd vakantiekiekjes en schoolfoto's. Ja. Maar u heeft iets heel bijzonders van uw jeugd. Ja. Want dit bent u. Dat ben ik. Toen ik 8 jaar was, Piet van Wijngaarden was onze buurman in Apkoude. En zij hadden zelf geen kinderen, dus ik was daar kind aan huis. Een beetje pleegdochter. En vandaar ook dat hij op een gegeven moment, mijn ouders waren met vakantie geweest in Madeira. En daar, zij hadden dat kostuumtje meegenomen en hij vond het zo leuk van kleur dat hij dacht van, nou, dat zet ik op een schilderijtje. Het is een van de belangrijkste exponenten van de Bergse School. En de Bergse School is een stroming uit Bergen, naam zegt het al. 1910 ongeveer begonnen, daar is hij een van de belangrijkste exponenten van. Een expressionistische stroming. Hè. Die had de oude school, dat was de Haagse school, heel figuratief. Ja. En zij zetten zich daar tegen af met hele heftige kleuren. En is dit portret in de stijl van zoals hij altijd schilderde? Wel die vlotheid en die expressie zie je erin, maar het is natuurlijk, hij heeft natuurlijk haar willen schilderen. Ja. Ja, dus het moest ook een beetje lijken. Precies. Ja. Ja, het waren met name landschapsschilders. Hoe is dit eigenlijk trouwens voor jullie als taxateurs, als iemand met zoiets aan je tafel komt? Vind ik ontzettend leuk. Ja, ik vind het natuurlijk enig, want je ziet dit soort dingen wel en denk je, ja. Als ik dit normaal taxeer, zeg ik, ja, het is natuurlijk heel leuk, een portretje van iemand, maar ik ken die mevrouw helemaal niet. Nee. Dus wat vinden we eraan? En nu sta ik naast een mevrouw. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja. Wat voor u dan weer heel leuk is? Ze lijkt nog zo op u. Ja, ja. Ja, echt heel erg. Ik heb hele korte wenkbrauwtjes. En dat heeft hij ook zo mooi getypeerd. Zo van die kleine streepjes en verder. En ik vind het qua kleur heel leuk en heel fris. Ja. Het is heel schattig. Waarde is niet zo groot. Hij heeft, zoals ik al zei, heel veel geschilderd. Ja. En doordat we alles kunnen terugvinden op het internet nu, zie je dat welke dingen schaars zijn in de schilderkunst en welke niet. Hij is niet schaars. Maar het is natuurlijk wel een van de belangrijke exponenten, zoals ik al zei, van die stroming. En we hebben mevrouw erbij. Dus ik vind het een heel aandoenlijk. Ik zou het heel erg leuk vinden als het op een expositie zou hangen, bijvoorbeeld. Waarde enkele honderden euro's. Dus zeg maar rond de 500 euro. Maar dat is, ja, natuurlijk. Ja, het is van uw portret. Maar de waarde om het hier te laten zien en voor u is veel groter. Ja. Heel leuk. Enig. Nou, dank u wel. Rond 1860, 1870 werden er veel bijbeltjes gedrukt in Amsterdam bij de firma Proost en in Johan Enschede in Haarlem. En deze bijbeltjes werden altijd gebonden in heel leer. Dat leer dat had een indruk, dat werd chagrijnleer genoemd en door de Amsterdamse boekbinders chagrijnleer omdat het hard was. En die had je in 3 uitvoeringen. Heel leer met hele leren sloten, zilveren sloten of gouden sloten. Ik zal het bijbeltje open doen, zodat de kijkers kunnen zien. Hier ziet u de titelpagina met de uitgevers daarop. De waarde van deze bijbeltjes, wanneer ze heel leer zijn en leren sloten hebben, is gering. De waarde van een exemplaar met zilveren sloten zal rond de 100 euro liggen. En met gouden sloten 150 euro.
Mevrouw, het lijkt een beetje een ingepakt babybedje. Nee, het is een schilderij. Zullen we hem uitpakken? Ja, mag. Ja? Heeft u hem nou echt vanochtend de bloemetjes van de muur getrokken? Ja. Nee, ik heb hem al 30 jaar. En wat wilt u ervan weten? Gewoon wie de schilder is. Voor de rest niet. Hij is voor mij gewoon emotioneel van waarde. Ja, en waarom is die emotioneel van waarde? Omdat hij van iemand die ik oma noemde, niet echt oma was. Als kind zijn, was ik er al gek op. En die heb ik van haar gekregen. Ruim 30 jaar geleden. Nooit meer weg? Nee. Nee, nooit. Vanochtend kwamen we elkaar al tegen met de munt van oma. Klopt. Het appeltje van oma. Appeltje voor de dorst is de bedoeling. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Het is een hele mooie penning, gemaakt door meneer Drapentier. En het past in de traditie van de Nederlandse penningkunst. Dus bij een belangrijke gebeurtenis werd er een penning besteld en geslagen. In dit geval het 100-jarig bestaan, het eeuwfeest van de Universiteit Utrecht. En dat is dus heel makkelijk te dateren, namelijk 1736. En de maker is een eigenlijk niet heel beroemde penningkunstenaar, maar heeft wel diverse penningen in het begin van de 18e eeuw op zijn naam staan. Mooi gemaakt met natuurlijk aan de ene kant het wapen van de universiteit met de spreuk. En dan een hele natuurlijk een mooie ronkende tekst in het Latijn. En hij is geslagen in een oplage van 399. En werd toen uitgereikt aan de belangrijke mensen in Utrecht. Dus de leden van de staten, het stadsbestuur, ridderschappen, dat soort dingen meer. Die penningen die zijn altijd gekoesterd, want het is natuurlijk geen gebruiksvoorwerp. Dus het is een ding wat je bewaart of verzamelt. En Universiteitsmuseum, Centraal Museum, Teylers Museum in Haarlem zullen ze allemaal hebben. Maar er zijn natuurlijk altijd particulieren die penningen verzamelen, die dat als een aanvulling op hun collectie zouden kunnen zien. Ja. Derhalve is er een marktwaarde voor. Wat zouden ze ervoor betalen, denk je? Ik denk dat je bij een goede gespecialiseerde veiling ergens tussen de 1500 en 2000 euro kan verwachten. Ik vind het een goed kistje appels, hoor. Ja. Ja, ja toch? Nou, ze is er sinds 2 jaar niet meer, mijn oma. Alleen, zij had absoluut niet het vertrouwen dat het ook maar iets waard zou zijn. We hebben hier een leuk beeldje van, u ziet het al, van Napoleon. En dat is nou leuk omdat we zijn hier in Oud-Londen in Zeist. En er is hier een collectie van Napoleon memorabilia aanwezig. Toevallig kwamen vanmorgen meneer en mevrouw met het beeldje, dame en heer. De sokkel is donkergroen gepatineerd. En het figuurtje zelf heeft een goudkleurig patien. Zoals u kunt zien is het gezicht niet heel fijn gemaakt. En ook de handen, daar kijken we naar bij bronzen beelden, wat daar de kwaliteit van is, ook niet heel fijn uitgewerkt. En bijvoorbeeld achter op de rug, dan zie je dat het niet heel mooi gegoten is of niet heel mooi afgewerkt. En dat is ook een beetje bij de armen zo. Wat natuurlijk leuk is, is dat het meneer weet te vertellen dat het heeft gestaan bij zijn overgrootvader, die burgemeester was rond 1875. Het beeldje kunnen we dan ook dateren, laten we zeggen, derde kwart 19e eeuw. Een waarde die we er nu aangeven zou zijn een 100 à 150 euro. Nou, u komt er heel lachend vandaan. Ja. Is dat lacht u van ellende? Of? Nou nee hoor, niet van ellende hoor. Want dat zeg ik, we zijn hier naartoe gegaan zo open van gewoon even kijken wat voor verhaal er soms achter zit. En we hebben hele leuke verhalen gehoord. Alleen onze spulletjes, dat is het niet helemaal. Nee, wat had maar u? We hadden een schilderijtje van, niet Louis-Apol, hadden we ook niet verwacht. Maar we hadden toch vaak zoiets van, het is leuk om het eens een keer te horen. Wat is nu precies echt en wat is niet precies echt? We hadden ook wat aardewerk hadden we bij ons. En dat leverde wel een leuk verhaaltje op. Niet heel veel, maar toch leuk. Fijne dag gehad. Oké, heerlijk. Ik vond het heel leuk om mee te maken. Fijn dat u er was. Ja, dankjewel hoor. En voor u leuk dat u gekeken heeft. Tot volgende week, dan zijn we er weer met de Schatkamer. Volgende week hebben we wel iets heel bijzonders op tafel. Hopeloze kitsch. Dat en nog veel meer volgende week in de Utrechtse Schatkamer.